Pasen betekent live muziek in Gersel. Zo stelt Gersel Treft de organisatie van Dweilpop. Een unieke formule met 8 bands die één voor één optreden op 4 verschillende locaties in het centrum van Moergestel. Wij kozen 3 bands en 3 locaties en beginnen in de Virkes. Spelen? De eerste keer. Vorige keer zouden we eigenlijk barbecue pop doen. Dat konden wij helaas niet. En nu zijn we gevraagd voor Dweilpop. Ja, dan gaan we natuurlijk pakken met beide handen aan. Dat is superleuk. Dus het bevalt goed, begrijp ik uit jouw vorige woorden. Ja, zeker. Het is wel een klein hoekje waar we in staan. Maar de sfeer is des te leuker hier in het café zelf. Hey, even over jullie band. 3-mans, 4-mans formatie. Als ik vraag aan jou, hoe moeten we jullie muziek noemen? Hoe noemen we jullie muziek? Wat voor soort stijl? Het is poprock, een beetje daartussenin. We spelen vooral eigen werk. En we spelen daarnaast nog een aantal covers. En, dus het is een beetje een mooie mix van pop en lichte rock. Klinkt in ieder geval heel leuk. Je zegt, je maakt voornamelijk eigen werk. Dan ben ik heel benieuwd, hoe ontstaat zo'n nieuw nummer? Dat is een goede vraag. Meestal in bed, dan word je 's nachts wakker en dan krijg je in één keer inspiratie. En dan ga je opschrijven wat je in gedachten hebt qua tekst. En de melodielijnen die ontstaan op de meest vreemde plekken. Tijdens het werk, als je op de fiets zit, of wat dan ook, of in de auto. Hij is echt heel creatief en dan nemen we dat op. Een soort loopje of een likje of een melodietje. En dan gaan we dat uitwerken tot een volwaardig nummer. Spelen jullie langzamer in deze formatie? Denk nou 3 jaar dat we in deze formatie spelen. Volgend jaar weer eventueel? Ja, ik hoop het wel, graag. Laten de herberg en check de band en gaan naar het centrum waar een funky gezelschap was neergestreken onder de veelzeggende naam Blended Apes. Van jullie band? Ja. Blended Apes. Blended Apes, dat is een vreemde naam voor mij. Verklaar u nader. Nou, ik zal een poging wagen. Blended, dat gaat over een melange, dat gaat over een mix.
apes, het gaat over apen, over primaten, over wellicht wel onze essentie. Waar komen we vandaan en hoeveel, met hoeveel zijn we? En wat voor invloed zeg maar, hebben we op elkaar en wat voor invloed kun je op jezelf hebben? Ga zo door. En die... Heel filosofisch, hè? Ja, dat zou je zomaar filosofisch kunnen noemen. Ja. Maak je ook zulke soort muziek, heel filosofisch? Nou, de muziek die ontstaat eigenlijk doordat we samen in een repetitie ook aan de slag gaan. En de teksten die heb ik zelf geschreven. De meeste heb ik geschreven als ik op reis was. Wat van de wereld proberen te zien. En ik heb gemerkt dat als je zo op pad gaat de wereld in, dan verruil je comfortzone voor iets anders. En dan komt er van alles los. En dat heb ik proberen om te zetten in teksten. En die gaan over liefde, over de dood, over hele onschuldige zaken, over vragen, over twijfels en over plezier. Dweilpop, ben je er vorig jaar ook geweest? Nee. Is nou eerst aanraken met Dweilpop? Ja. En wat vind je ervan? Leuk. En een favoriet orkest, dat je zegt van die springt er bovenuit? Ik ken de bandjes, maar superleuk. Okay. Bevalt het nog goed? Ja, ja leuk. Ja. Heb je een favoriete band of niet? Nee. Ik kom hier voor de sfeer. Ik vind de live muziek wel leuk, maar niet echt, ik kom niet echt speciaal voor een bandje. Gezellig? Ja, heel gezellig. Ja. Heb je al een favoriet orkest dat je zegt van dat vind ik de beste? Nee, ik vind de verschillendheid wel leuk. Dat het allemaal een beetje anders is. Nee, is het eigenlijk ook, hè? Ja. Hey, ik loop even een stukje met jou mee. Maar... Ja, dat is goed, gezellig. Ja. Want we gaan hier schijn oversteken, denk ik. Ja. Weet je wat er gaat gebeuren daar? Nee, helemaal niet. When you get lost in the middle of the night, in the middle of the silent sound. When there is no one around who can take all your troubles away. And it seems like the dreams for the future slipping away. Don't you give up, don't you give in. Don't you give up, don't you give in. Make everybody scream on your name. Live your dream, see it's beautiful. And if you make it real when you believe. Hey, hoe komen jullie aan die naam? Dat is een verhaal dat gaat een tijdje terug. Het gaat eigenlijk naar mijn kindertijd terug. Toen ging ik met mijn grootouders op zoek naar het graf van een oom van mijn opa. En die heette Felix Frans de Bie. Die is gesneuveld in de Eerste Wereldoorlog en die zou ergens in de Westhoek begraven liggen. En ik heb best wel een interesse voor geschiedenis, in die tijd ook al. Dus wij gingen op zoek. En ik vond het nu leuk om een gedeelte van mijn voornaam te nemen. Het eerste stuk en dan het laatste stuk als een soort van knipoog. Speel je voornamelijk covers, eigen nummers of een mix daarvan? Nou, wij spelen eigenlijk alleen maar eigen werk. Maar vandaag spelen we ook wel twee liedjes die niet van ons zijn. Ja. Jij zei net, je maakt eigen nummers. Speel je die nummers altijd exact hetzelfde of zit er veel vrije speelruimte in? We zijn nu bijvoorbeeld bezig met het opnemen van een nieuwe plaat. Het is allemaal nog work in progress. Maar we hebben vorig jaar een EP uitgebracht, Square One heet die. En de liedjes van die plaat, die proberen we nu wel weer een beetje op te frissen. Zo even net een twist eraan te geven of iets anders te proberen daarmee.
Wat vindt u van het idee van dweilpop? Dat mensen, al dweilen tussen haakjes, van het ene naar de andere locatie gaat om een bepaalde muziek te horen? Ja, ik vind het een superleuk idee. Op die manier is natuurlijk heel het dorp daar zeg maar, bij betrokken. Alle kroegen en mensen krijgen elke keer iets fris. Ze stappen een nieuwe ruimte binnen en ze krijgen nieuwe muziek. En een lekker biertje. Dus ik vind het een top idee. You wanna talk all night? I know there's something else on your mind. Dankjewel.